gaat supergoed. We zitten iedere dag volgereserveerd. Het is supermooi om te zien dat de vluchtelingen die hier werken echt een netwerk krijgen. Ze kennen heel veel Nederlanders al door het werk hier. Ze komen op feestjes bij elkaar. Ja, op die manier vinden ze heel natuurlijk hun weg in de maatschappij. En dat is precies wat we voor ogen hadden. This restaurant should be everywhere, not only in Holland, the whole Europe. Why? For many reasons. The first one, it's nice food, you know? And we know how to cook very well the Syrian food. The second one, it's a chance to let Syrian people work. And the third one, it's also a chance to let Dutch people know Syrian people exactly. Because for Dutch people, or most of the people, they think just we are refugees. If you are Syrian, if you are from another country, all of us are refugees. And it's wrong. Later ga ik een opleiding volgen. Als business management, als het lukt. En ik bereid me ervoor. En ik hoop dat het gaat lukken. I'm always telling them, have you seen any Syrian people 5 or 6 years ago? They will tell me no. So it's because the war we left Syria. I will not leave Damascus if there is no war. Laten zelf zien dat we het op commerciële wijze een goed doel kunnen behartigen waar iedereen beter van wordt. Als ik aan de Nederlanders iets wil vertellen, dan wil ik graag hun bedanken. Omdat jullie ons hebben ontvangen. En dat vind ik heel aardig van jullie eigenlijk.